Hij heeft een klein beetje de humeurtje, slecht geslapen. Oké, wacht even, paniek. Sarah reed net opeens weg. Hij zei, ik heb de drone laten crashen. Serieus, hoe leuk is dit? Hallo allemaal. Super leuk om te kijken naar een nieuwe video van Familie Lakko. Weer met een nieuwe dag. En dit keer, oh nee, ik wou zeggen, het zonnetje schijnt deze ochtend wel met open. Maar hij gaat dus net weer achter de wolk. Maar als de zon zo doorkomt 's ochtends, is het zo'n mooi uitzicht. Maar eigenlijk aan de andere kant, zelfs al is er geen zon, het blijft toch wel echt een plaatje zo midden in de jungle. Vandaag gaan we weer lekker op pad. Onze driver Komang zit daar. Die gaat ons vandaag daar weer een hele... Ja. Hallo, goedemorgen. Daar is hij tussen de bomen door. Blij, vrolijk. Dus die gaat... We krijgen zijn tas nog te zien deze ochtend. Oh, dit is echt heerlijk beginnen. Wij gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Wij gaan vandaag een watervallentour doen hier door Ubud. En bij watervallen hier in Bali moet je echt denken aan... Wauw, de mooiste watervallen die je ook gaat zien. En zijn we er klaar voor? Ja! Check deze outfits. Zie er goed uit. Hij heeft een klein beetje de humeurtje, slecht geslapen. Maar ik hoop dat de watervallen hem kunnen reinigen. En weer tot zichzelf zo, kunnen dat brengen. Zou echt kunnen gooien. Oh ja, maar dat helpt ook echt. Ja. Watervallen. Ja, of we gooien hem gewoon erin. En dan, we gaan er vandaag achter komen. Oké, we hebben even weer een stukje gereden met Komang. En eerste vraag was natuurlijk weer eventjes een plek om te ontbijten. En dan is weer naar een plek gebracht waarvan we weer denken, oké, bijzondere plek, mooi uitzicht. We gaan volgens mij hier binnen eten zo meteen. Deborah en Eli lopen daar al. En we kijken hier uit op een rijstenveld. Wel, maar hier staat het gewas ook echt heel hoog, hè? Ja. Ik heb het nog nergens nu tot dit toe zo hoog gezien. Ja, ook echt zoiets, maar dit is echt... Inderdaad, hier is het echt heel hoog. Oké, we lopen er even doorheen. Maar we hebben een leuk plekje gezien. Oh. Kijk eens even, van die bamboehuisjes hier aan het water. Oh, die zijn wel iets leuker om te pakken. Oké, we hebben de schoenen uitgedaan. Oh, die gaat hier dus letterlijk gewoon zitten zo meteen. Ik mee maken. Kijk eens even, hier kijk je uit op een rijstenveld. Maar hebben we veel kooikarpers weer hier? Zo! Kom maar, you bring us to a good place again. Ja, echt de beste plekjes, echt waar. Hij is echt top, ja, jongen. Ja, top, thank you. Oké, we worden eventjes onderbroken tijdens het kiezen van ons ontbijtje. Hier loopt een mevrouw langs en overal waar we voorbij komen zien we dit. Ook op straat en alles. This for offering. What is this actually? It's about to end the god. For the gods. Oké, kijk jongens, kijk, dit vind ik juist heel leuk. Oké, terwijl we hier zo met z'n allen zitten, is het eigenlijk even een perfect, echt perfect moment om de drone hier eventjes omhoog te laten gaan. De drone die we hadden gekregen van CameraNu.nl. Nogmaals, echt een dikke shout-out naar hun. Oké, wacht even, paniek. Sarah reed net opeens weg. Hij zei, ik heb de drone laten crashen. Ik heb oprecht geen idee waar die is. Oké, wacht even. Ik wil naar toe naar de huidige. Wat er gebeurd was, ik deed hem naar links toe. Maar wat er gebeurt, hij heeft aan alle kanten sensors. Ja. Alleen aan de zijkant niet. Dus wat heb ik gedaan? Ik zag het niet van het reisveld. Waarschijnlijk was er een paal. Oh, maar goed. Het was wel een mooie shot. Het was een mooie shot. Het was het waard. Ja. Ik laat jullie nu wel eventjes het laatste gedeelte zien. Nou, we zitten weer gezellig met z'n allen. En Nasi Goreng is gekomen met chicken saté. Kijk eens eventjes. Heerlijk. Natuurlijk, wacht maar even. We hebben lekker een omeletje voor de kids. Ze weten dat het voedertijd is. Oké, 3, 2. Oh, wow. Kijk, ik moet de avocado. Zo, sommige blijven echt wat over. Oké, Nikias. 3, 2, 1. Wacht. Kijk, Oké, we zijn bij de auto. Komang loopt opeens het rijstveld op om eens te laten zien aan ons hoe dit er dan eens uitziet. Want dit plukken ze dan. En hier zitten dus in eigen deze dingen. Alle rijst. Oké, hij haalt hem dus nog uit een schil, zeg maar. Even kijken. Oh, hij bedoelt dit. Kan je eten? Yes, rice. Oh, hij eet het wel zo, ja? Is good? Vers? Maar serieus, we zijn zo blij met onze driver Komang. Want eigenlijk is het wel zo, kijk, hier zie je allemaal mannen zitten. Het zijn drijvers van andere mensen. Die laten hun chauffeur hier wachten als ze aan het eten zijn. Een plek voor de chauffeurs. Ja, maar wij nemen hem overal mee. We nemen hem mee eten, alles. Ja, lekker mee eten. Zo vind ik het zo gezellig. Komang, we say you're great, the best. Perfect, thank you. Thank you. We hebben weer voor een stukje gereden. We zijn aangekomen bij waterval nummer 1. En de name of the waterfall? Welke doen man? Oké, ik ben
heel erg benieuwd. Jongens, onze allereerste waterval hier op Bali. Oké, maar voordat we bij de waterval aankomen, wordt hier getoeterd. Kijk. Moeten we eventjes door een winkelstraatje lopen? Ja. Oké, we zijn het winkelstraatje uit en kan Mank zeggen, kijk hierheen. Dus even kijken wat we hier zien. Oh, vanuit hier kijk je volgens mij vanaf boven. Zie je hem al? Wacht even, gaan ze even hier kijken. Oh, naar beneden. Kijk, vanaf hier zie je dus al de waterval. We staan natuurlijk nu heel hoog, maar we gaan zo helemaal van naar beneden lopen. En ook even misschien een duik nemen daar bij de waterval. Maar om naar beneden te komen bij de waterval, moeten we eerst even trappen lopen. Heel erg veel trappen. Oh, iedereen naar boven komen hijgen. Naar beneden is makkelijk, ja. Naar beneden is toch makkelijk, maar inderdaad, straks moeten we ook weer naar boven. We hebben al een heel stukje achter gehad, hier ook. We hebben hier alweer een uitzicht, mooi op de waterval. Maar Eli wil eventjes een zijkant naar links. Voor deze kleine mini waterval slash beekje. Oké, mooie plek voor even een pauze. Kijk eens even, maar wat wel leuk is. Hier is letterlijk gewoon helemaal niemand. En volgens mij is erachter best wel een stuk drukker. Dus we hebben eventjes een mini, mini baby waterval. Oh, maar ook wel leuk. Hij is nog wel iets groter dan gedacht. Zo, dus is helemaal boven met Pias. Volgens mij vindt Pias het super spannend. Dus even kijken wat hij daar durft te staan en te zitten. Nee, hij zit eng. Oh. Wow, de zon komt er nu ook heel mooi door. Leuk hoor, hij vindt het echt leuk. En we hebben Pias, die het geweldig vindt. Mooi. Mooi plaatje zo, hè. Kijk hier. Oh. Oké, we zijn aangekomen bij de waterval. En dit is dus wat ik bedoel. Veel meer mensen, wat natuurlijk ook logisch is. Voor foto natuurlijk wat minder. Sarah heeft wel even de drone eruit gegooid. In principe is dat wel normaal. Eigenlijk als je echt geen mensen hebt, dan moet je echt vroeger. Volgens mij was 8, 9 uur ochtends. Maar goed, we hadden net een privé-watervalletje daar. En we gaan straks op de andere watervallen. En zo even meekijken hier was trouwens ook al wel heel erg mooi. Oké, we konden het niet laten om toch even hier een stop te maken. Ook op een plek waar lekker helemaal niemand is. Even de voetjes in het water. Ja, dat is altijd wel wat kouder. Even refreshing. Ook een super heerlijk plekje waterval is hier om de hoek. Het water komt allemaal hierheen gestroomd. Inmiddels is Mias ook lekker met zijn voetjes in het water. We hebben hier prachtige foto's gemaakt. Ik snap oprecht niet waarom hier niemand staat, want het is hier zo mooi. En je hebt het helemaal voor jezelf. Maar we hebben dus net iets superleuks gezien. We zagen het in de eerste instantie niet. Daarvoor moet ik een beetje door het water lopen. Kijk hier, er hangt hier dus letterlijk gewoon zo'n touw. Als een soort schommel. Wacht. Oké, ik ben even wat dichterbij genomen. Ik vind het een beetje lastig en spannend met de camera. Maar kijk dit. Er hangt hier dus gewoon aan deze boom een touw. Waar je dus gewoon nu als schommel aan kan hangen. Serieus, hoe leuk is dit? Het is tijd voor de terugweg naar boven. Ik ben heel benieuwd hoe erg we zo buiten adem zijn. Hier, die man doet het zelfs redden daar. Dus even kijken of we hem gaan inhalen. Misschien stopt hij zo ergens. Kom. Wij zijn klein, onze potjes. Ja, is goed voor je. De laatste stap. Ik moet zeggen, die treden zijn ook gewoon heel hoog als afstapje. Woe! Meen dit? Was zwaar, hè, Mias? Hele trap omhoog getild. Luilak. Okay. Special voor oude fans. In de Nederlandse Belgium. In Balinese song. Dus Balinese song, oké. Okay. Zing, leuk. Come on. Yeah! Woo! We zijn aangekomen bij de volgende locatie. We gaan naar de Canto Lampo waterval. Wat heel erg leuk is om te zien is, de bananenplant hebben we hier heel veel gezien. Maar kijk wat hier hangt. Een hele tros met bananen. Kijk hoeveel. Zou ze rijp zijn? Banaan? Wil iemand een banaan? Ja! Jammer genoeg. Nee, ze zijn niet rijp, nog helemaal groen. Oké, tijd om even naar de watervallen te lopen. Maar even een stop, want hoor deze muziek. Daarom, als je deze muziek hoort, moet je ook niet aan één ding denken. Dan. Ah, kom man, we zijn zoveel met hem dat we nu... Hoe doet hij? Ja, superleuk. Dat is een heel dans van hem, want dat doet hij continu. Dan gaan we dat ook doen. Oké, doe maar.
Oh, waarom? Oké, wat gaat hij doen? Oké, ik ga mee. Oh, kom aan, dance. Dance! Dance! Ja, kijk, 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 kijk. Wauw! Nee! Oké, we zijn naar beneden gelopen, alleen nog niet naar de waterval. We hebben even een andere pad opgenomen. En dan kom je vervolgens hier uit. Weer helemaal rustig. Niemand hier. Die gaat eventjes voelen hoe het water hier voelt. Het water is hier al rustiger of niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is minder hard, maar als je daar verder gaat, zie je daar meer stromen. Daar wel, hè? Daar gaat het stroom hard. Oké, we gaan even voelen. Even voelen. En minder rot. Oh, ik zeg niks. Is echt refreshing. Heerlijk. Lekker! Het is wel refreshing, toch? Nou, zwembroek aan en erin. Kom. Oké, we stonden net aan die kant. We zijn via boven even doorgelopen. Dit loopt uiteindelijk door dus naar de waterval. Een hele andere soort waterval. Ook een stuk waar je echt in de rij staat voor een foto. En je moet echt heel naar het water ook. Hè? Ja, want het is ook best wel wat dieper. Want daar zie je die gewoon volwassen mensen. Die komen best wel diep het water in. Maar ik denk wel dat je hier een mooie foto kan maken. Nee, de vraag is, wie gaat er allemaal het water in? Oké, ik ben zojuist met Sarah een beetje het water in geweest om wat foto's te maken. We gaan even kijken of ze goed zijn. Wat de heck, er loopt een beest hier op. Oké, even onderbreking, want er liep een spin op de les. Maar kijk, dit soort foto's zijn het dan uiteindelijk geworden. Dat is het wel waard hier, zo moet ik zeggen. Zeker waard, heel mooi, heel mooi. Ja, en hij moet even gapen. Ja, deze stuk dan, kijk hier. Wat een cameraman, joh. Ja, echt dikke shout-out naar de cameraman, Sarah, die oprecht de beste is. Maar je hebt wel de drone hier. Ik ga één keer de drone hier gooien, vind ik echt mooi hier zo. Vakantie met kinderen. Twee van de drie. Moe. Het water heeft hem vandaag niet zen gemaakt. Ik weet het niet welk heilig water we nodig hebben om hem weer goed te krijgen. Ja. Weet je wat voor water je nodig hebt voor hem? Fanta. Fanta? Hey, Fanta? Hey, Fanta? Oké, hij is goed. Ja, echt waar, jongen. Ik wou zeggen lekker als je moeder, maar dat is niet zo. Want jij bent nu wel vrolijk. Ja, en ik ook? Ja, jij bent wel. Oké, we gaan richting de auto. Moeilijke wegen moeten we nog hebben. Kom. Niet vallen, hè? Goed, goed oppassen, ja? Ja. Oké, nou, dan pak ik de normale weg hier zo. Ja, ik ook. Oké, we zijn weer doorgereden. Hij brengt ons weer naar een plekje. Zou het weer iets moois en goed zijn? Dit is, hoe heet het? Is dit Turks? Baby. En Ezra? Ja. Dat betekent niet iets anders voor jou, hè, Bebek. We gaan geen Bebek, hè? Tenminste, geen baby krijgen, hè? Oké. Nee, maar... Wat? Straks opzoek geen gans of zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb wel vragen. What means bebek? What's... Bebek. What is bebek? Dak. Dak. Ja, je hebt gelijk. Dak. Wat ik echt leuk vind van alle restaurants waar we tot nu toe heen gaan hier zo is gewoon... Het heeft allemaal echt super mooie uitzicht, maar ook eigen tuintjes en zo. Maar wat ik hier zo zie, is ik zie allemaal bebekjes. Ja, kijk hier. Opeens hier zo een eendeninvasie. Jongens, kijk al die eendjes hier. Ik ga stuk. Kijk hier. Oké, we hebben onze plek gevonden. Ik kijk op menukaart. Het eerste wat ik zie is allemaal eend. Eend, eend, eend. Dat is die ene die we daar zien lopen. Die plant op menukaart. Vandaar dat ze wegrennen. Dat is degene die sloos is. Wordt opgegeten. Dus nee, oprecht. Ik heb nog nooit in mijn leven een eend gegeten. Oké, we zijn thuis aangekomen. We gaan de dag super chill afsluiten. Want we hebben hier iemand laten komen die aan huis een massage gaat doen. En dat is iets wat hier mega chill is. Dat je betaalt voor een uurtje maar €12,50. En dat tegenstelling tot Nederland. Ja, minimaal. Heel goedkoop. Maar niet alleen wij gaan straks een massage nemen. Er is nog iemand die voor het slapen gaat een lekkere massage gaan nemen. Heb je er zin in? Hij is wel blij dat ik gewoon mag uitstellen. Nee, maar hij heeft het altijd over massages en hamam en zo. Dus hij gaat genieten. Jij vindt hamam lekkerst, hè? Ik mag ook van jullie hamam. Ja, klopt. Hij is echt zo'n genietertje. Maar ik denk dat je hier ook gaat ontspannen. Maar de vraag is, wil jij een massage? Ik ga mijn kruis. De man die heeft de hamam nooit zo goed ervaren. Dus die houdt wel van kriebelen. Ja. Maar die houdt niet te veel van. Dus, Eli, ben je er klaar voor? Ja? Ik ga douchen. Weet je wat wij gaan doen? En straks gelijk de video afsluiten. Ik hoop dat jullie vandaag meer hebben genoten met ons. Zeg dus abonneer. En tot de volgende keer. Doei.